In dit verhaal ontmoeten we een aantal priesters. Zoals Theo. Reden is het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Wordt me wel gevraagd, schaam je daarover? Nee, daar word ik echt kwaad over. Van dat doe je niet, dat kan niet. En we maken kennis met parochiepriester Nico. Dat priesters of kloosterlingen die een bepaald hoogstaand moreel leven moeten leiden, dat die zulke dingen hebben gedaan. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. En we bespreken de affaire ook met Henk. Hij is getrouwd, maar nog wel als priester actief. De structuur, het systeem, het instituut is daar schuldig aan. Het is bijna een half jaar na de uitkomst van het rapport van de commissie Deetman. De commissie Deetman, die het onderzoek naar seksueel misbruik heeft gedaan, denkt dat er tussen de 10 en 20.000 slachtoffers zijn. Uit de archieven blijkt ook dat bestuurders in de kerk wisten van het misbruik. Het idee dat men niet wist dat er een risico was, dat men het überhaupt niet wist en dat men bestuurlijk daar niet van op de hoogte was, kan niet staande gehouden worden. Wij wilden weten hoe de huidige priesters in dit lastige tijdsgevricht naar hun ambt kijken. In Nederland zijn ruim 800 priesters maatschappelijk actief, in bijvoorbeeld een parochie, bisdom of ziekenhuis. Ruim 700 van hen stuurden we een enquêteformulier. 135 priesters reageerden. Hun antwoorden geven een aardige indicatie hoe over bepaalde zaken wordt gedacht. De eerste uitslag is duidelijk. 99% van de ondervraagde priesters vindt dat de katholieke kerk schade heeft opgelopen door het seksueel misbruik.